Ik ben Mark Goossens. Ik ben valkenier in de Zoo van Antwerpen. Ik denk al een jaar of 12, 13, misschien al langer. Ik hou daar niet echt bij. En dit is Lena, een woestijnhavik, woestijnbuizerd of een Harris Hawk. Dat is een Amerikaanse vogel. En wij doen de overlastvogelverjaging in een dierentuin van Antwerpen. Kom. We zijn nu bijna 10:30. Je hoort de meeuwen en de kraaien al. Er wordt nu gevoederd met vis, dus de meeuwen zullen wel paraat staan. Meestal zitten die geposteerd op het Centraal Station. Het is onze opdracht om te zorgen dat die meeuwen boven blijven en dat die niet naar beneden komen. 1. Voor het stelen van de vis, dat is 1. En 2. Als je eet, komt er ook aan de achterkant iets uit. En al dat, al die uitwerpselen willen wij in de zoo niet. Normaal gezien, als wij hier niet zijn, dan zitten de meeuwen daar op het dak van het verblijf. Daar op de schoorsteen en er is een kokmeeuw die altijd op dat paaltje hier komt zitten. En dan langs de draad, naast een draad naar beneden springt om daar vis te komen halen. Je kunt ze bijna pakken. Bij natuurlijke verjaging gaan we de soort die overlast veroorzaakt, gaan we eigenlijk een vijand, een predator, die hun kan opeten, eigenlijk tonen. Het gaat over tonen, het gaat niet over, we gaan hem die laten vangen. En ik hoop dat we eigenlijk tot de laatste dag met haar hier zeker in de zoo kunnen blijven werken. Hè. Het is hier een, ja, het is een, ik heb nu in die 20 jaar dat ik valkenier ben en die 13 jaar dat ik denk in de zoo hier kom, heb ik hier al onwaarschijnlijke knappe dingen gezien. Dus ik hoop hier toch nog wel een paar jaar rond te wandelen.